Zo, daar ligt Lady en daar ligt mevrouw Offie. En waar Beauty ligt, weet ik niet. Je lag vannacht ook maar zo te zweten nou, hè? Ja, omdat jij dat winterdekbed erop hebt gedaan. Ja, maar het is winter. Alsof het hier ooit koud is in huis. Jij ook een koffiebroodje? Nee. Ik wil wel, maar ik ga die vette troep niet nemen, want ik hoor er van dicht. Ik ben al 2 kilo aangekomen sinds de zomer. Die zit in de overgang. Ik heb wel de leeftijd voor. Ja, nou dat is wel. Als jij niks zinnigs gezegd hebt, hè? Zeg dan gewoon lekker niks. Nou, ik ga eventjes daar zitten, want die kou die vliegt me een beetje aan. Een hele goede nacht, mensen. Het is nou woensdag 29 januari. Even kijken. Ja, het is nou 12:03. En ik krijg dit even mijn mannetje op bed. Hoe lief is dat? Dat is toch lief, ja. En we beginnen onze weekendvlog in vrijdag. Ja. Dit is toch lief? Doe een duimpje omhoog als je dit lief vindt. Dat ik dit warroderik krijg. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag vrijdag 31 januari. Het is nu bijna 9 uur in de ochtend. Mijn mannetje is nog niet zo wakker. Nee. Gaat hij me in mijn vinger bijten? Auw. Ja. En ik moet vandaag naar de tandarts. En zijn begeleidster komt zo. Mijn begeleidster is al van de week al geweest. Woensdag. Dus ja. En wij wensen jullie heel veel kijkplezier bij deze leuke, rare weekendvlog. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Hoi. Ja, en wat ik dus net al zei, ik ga dus vandaag naar de tandarts. Ja, de vorige keer heeft hij, even kijken, deze tand gemaakt. En ik hoop eigenlijk dat hij dus vandaag deze tand gaat maken. Want ik mocht daarover nadenken. Want ik heb hier achter mijn kies heb ik een gat zitten. Ik heb hier achter een gat zitten, achter bij mijn kies bovenin. Ik heb hier ergens een paar gaten zitten. Ik heb hier een gat, maar ik vind deze echt storend. Want dat doet echt zeer met koude lucht, dus wie weet. En ja, ik ben blij met mijn haar. Heel veel mensen vinden het leuk. En ik ook. Daar gaat het om. Dat ik het leuk vind. Maar eerst even afwachten bij de tandarts. En dat is om 11:25. Dus rond 11:30. En er is 30 minuten voor me uitgetrokken. Dus dat moet wel goed komen, toch? Jawel. Maar eerst even lekker, ja, lekker aan de thee zitten. Het is nu nog 10 uur. Bijna. 10 uur, ja hoor. Het is geen 10 uur. Over een uur is het 10 uur. Nee, en dan daarna... Ergens, nee, deze valt nog wel mee. Maar deze mag je eerst gaan doen vandaag. Ja, heb ik weer een mooie kijker, om het zo maar te zeggen. Nou, nog niet, nee. Want ik schaam me er een beetje voor. Wie heeft dat nog meer? Na operaties of wat dan ook, dat je tanden aan het afbrokkelen zijn. Schrijf er 4 onder, zou ik wel fijn vinden om... Met iemand die hetzelfde mee heeft gemaakt om daarover te praten. Dus, ja. Nou, die IKEA bouwpakket ligt er ook weer. Ik weet niet hoe ze dat doen. De honden, maar... Hij lijkt. Ja. Die IKEA bouwpakket. Kijk dan mensen, hoe lief. Ja, Lady. Krijg je er zo voor elkaar? Nou liggen, zeg maar. Hè? Ja. Oh. Hi, schat. Hoi. Hoe gaat-ie? Ja, prima. Vertel. Hoe het prima gaat, het prima. Mooi. Heb je er een beetje zin in dat, en dat je vrouw zo meteen naar de tandarts toe gaat? Ik wel, ja. Vertel, waarom? Daar wordt ze weer vrolijk van. Waarom? Dat ze een beetje kapotte tandjes heeft. Ja. Een klein beetje, maar. Ja. En dat wordt dan weer netjes gemaakt. Dus dat klinkt goed. Dat is mooi. Nou, het is nu net 10 over 10, mensen. 10 over 10. Ja, we zitten nog lekker aan de keukentafel, om het zo maar te zeggen. Want dat is een tafel. En we zitten bij de keuken. Handig. Alleen, jullie zien nou niet de keuken, maar... Kijk, als je die kant op kijkt, daar hebben we wel de keuken. Dus het is aan de keukentafel. Als je het zo bekijkt dan, toch? Ja. Hou je nog een beetje van me? Ja. Een lady vindt het leuk om zo te liggen. Wat is er dan? Oh, er wordt iemand weer wakker. Hoi, een bouwpakketje. Als jullie afvragen, en waar Beauty ligt, nou die ligt daar. In haar huisje. Want die was alleen maar aan het lopen. Dat is niet handig. Vooral op dat galaminaat. Lopen. Nou, daar word je helemaal kroekloerie van. Is lekker, hè? Even ruiken bij de kontjes. Ja. Ja. Oh, kijk. Moet toch eventjes geïnspecteerd worden, hoor. Ja, mevrouw... weet niet. Ga je Lady uitdagen. Nou ja, dus dat. Ik ga nog even lekker genieten van mijn thee. Ro ook. En dan gaat Ro zo meteen hondjes doen. En ik ga dan zo meteen beginnen met een beetje eten voorbereiden voor vanavond. Nou mensen, ja, even bij de tandarts geweest. Ja, dat is heel raar. Ik kan wel praten, maar ja, het hangt er een beetje bij. Voor mijn gevoel dan. Hè? Een klein beetje, ja. Ja, een klein beetje. Ja, je ziet het ook wel. Toch of niet dan? Ja. Nou, mijn tand is deels gemaakt. Ik zal even wachten. Ja, je kan. Ja, ik kijk mee, hè? En dat weten jullie. Nee, het was dus een wortelkanaalbehandeling. Ja. Dus, maar ja. Ik kan weer lachen. Nou, en deze gaat hij dan de volgende keer doen. Of een van me kiezen ergens. Waar ik maar last van heb. Ja, waar ik last van heb. Hoor je het? Waar ik last van heb. verwarming? Huh? Zo. Is dat nog een hek voor me? Jammer. Gaat hard hoor nu. Zit de vloervorm overal? Weet ik niet. Durf ik u echt niet te zeggen. Nou, het is inmiddels alweer dus 15:30. Ja. En ik kan nu gewoon weer normaal praten. Zoals jullie dat al wel weer merken. Ja, en Rodi loopt gezellig achter me. Ja. En waar lopen we nu? Mag hij zo meteen vertellen. Hoi. Alles goed? Ja, prima. En waar zijn we nu? Schakenbos. En waar ligt Schakenbos? Goeie vraag. Goeie vraag. Weet ik zelf dus ook niet. Nee. Ik zou zeggen, ben je benieuwd? Ik google het even. Schakenbos. Bos. Nou, en als de mensen die bij ons bruiloft waren geweest, die moeten deze plek wel kennen. Die moeten deze plek inderdaad wel kennen. Heb jij ook nog op dat achterlijke bankje daar gezeten? Ja. Ja. Ja, ik ook, ja. Oh god. Je drijft erin weg. Je wordt bijna weer aan. Hm? Je wordt bijna weer aan. Daar staan we dan. Helemaal in middle of nowhere. Helemaal ergens anders. Ja? Want er gaat een nieuwe voorbandje op. Yep. En dan wordt ook even gekeken of we ook andere bandjes moeten. Maar sowieso aan roosterkant. Aan roosterkant, die moet sowieso. Dus ja, we laten dat even doen. En dan wordt het zometeen gelijk even kersen voor hun. Dankjewel, goede maatje. Goede tip. Je weet wie en wie ik bedoel. Scheelt weer. Daar staat ons autootje. Ja, kenteken. Joepie. Nee hoor, grapje. Nee. Rodi heeft besloten om gelijk allebei de voorbandjes te doen. Achter is nog goed. Dus ja, het wordt allemaal even voor ons gefixt. Dus daar ben ik heel blij mee. Dankjewel, schatje. Veilig op weg. Hallo. Ik lul tegen je. Ja, veilig op de weg. Ja, veilig op de weg. Toch? Hou je ook een beetje van mij? Klein beetje. Maar gaat hij nou wel goed met zonnebril buiten? Dat wel, ja. Zeg ik toch, je bent overgevoelig voor licht. Nee, ja. Hey, dan moet ik dat ook maar even accepteren. Oh, wat ziet er champant uit. Scheer ook. Wat zag je? Beetje, zwaar, zeg maar. Ja, dat is mooi. Net als nu dan, zeg maar. Ja, precies. Inderdaad. Wat zie je er leuk uit als je lacht. Nou ja, een hele goede middag allemaal. Het is nu al zaterdag 1 februari alweer 2020. Het gaat snel. Ja, en zometeen over een aantal x-dagen is het 2022 en 2020. Dat is een raar getal. Hadden we eigenlijk toen moeten trouwen. Dan moeten trouwen, niet toen, maar dan. Het is nu net 12:16 en we gaan dus nu op weg naar huis. Want daar hebben we bezoek, want we hebben bezoek van Silvana. En we gaan ook nog even leuke dingen doen, maar wat weet ik nog niet. Maar dat komen we dan al achter en jullie ook. Dus we wensen jullie weer heel veel kijkplezier gewenst. Zo, toen had ik weer bezoek. Ben je erop? Nee. Nee, toch maar niet. Nee. Hij wel. Nee, toch maar niet. Natuurlijk wel. Zie je eruit? Dan moet ik mijn peuk neergooien. Ach, gewoon daar. Nee joh. Een hele grote vuilnisbelt. Welkom in Den Haag. Een hele grote vuilnisbelt. Nee, ze wilde niet op. Nee, helaas. Ik heb geen make-up op. Ja, dus, en ik ook niet. Ik ook niet. Het ziet er niet uit. Natuurlijk wel. Nee. Tuurlijk wel. Nou ja. Ze willen er niet op, dus helaas vind ik als jammer dat. Maakt niet uit, ik ga weer de hondjes weer naar binnen doen. Dames, ga je naar binnen? Het is koud buiten, dankjewel. Kom. Dankjewel, het is koud. Ja. Koud, ja. Zo, even wat opgehaald voor de bezoek. Die gaan we weer afbrengen en afgeven. Ja hoor, bij het Centraal. Met de auto. Want we zijn nog eventjes bij Leidse Hagen geweest. Dus. En ik hoor een heli. Die horen jullie ook. Yes. Zo. Op weg naar Centraal Station. Oh, ziet ze? Oh, dat gaat niet. Nee. Ze zwaaien. En want je wou toch niet in de vlog of wat? Op de vlog of in de vlog? In de vlog? Door de vlog. Nou, ja, en dan gaan wokken mag je wel wokken. Ja. Nou, ik ga de camera wel even gewoon draaien, mensen. Zo kan dat. Zo, en we zitten gewoon weer in de auto. Ze is aan het pesten achter mij. Naar Istanbul. Istanbul, ja, precies. En ik heb een lekker zonnetje in mijn mik. Kijk. Hey! Alles goed? Nee. Waarom niet? Het is toch mooi, kijk. Mooie omgeving. Waar zijn we nu dan? Geen idee. Nou ja, ik zie wel zo een heel mooi huisje, mensen. Kijk, een heel mooi huisje. Beetje heel duur. Geef het huisje maar aan mij. Ja, maar dan moet je zelf het onderhoud. En we kunnen het toch niet betalen. Kijk, waar rijden we? Nou, de Beatrix toch? Nee, Willemax. Meerspoes, appelmoes, geef maar het aan mij. Wie woont daar? Willem en Max. Ja, precies. Die zijn ook, kennen ze niet. Nee. Kikkeboe. De kent de Nederlanders van Nederland, volgens mij. Dus ja, we gaan ze even... Maar je woont toch bij het Scheveningen daar zo? Nee. Nou, dat is hier. Waar? Dat heeft hij gedaan. Nou, waar hier? Waar? Nou, hier. Daar. Waar je net langs bent gegaan. Dat is toen Scheveningen? Nee. Nee, maar vlakbij Scheveningen. Scheveningen is hier recht. Dus waar zijn we? Oh, wel hè, eindelijk. Het Haagse bos. Haagse bos. Den Haag. Ergens in Den Haag. Ergens in het Haagse bos in Den Haag. Dat weet je niet. Scheveningen bosjes hebben we ook, hè? Nou, de bosjes hè? Van Lex. Bosjes van Pex, ja, Lex. Lex, Pex, Dex. Hamma, Gamma. Mooie Fiat, meneer. Dat allemaal bijvoegen of zo, apart. Ja? 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 Dat ga ik allemaal bijvoegen. Lekker aan elkaar prutsen. Lekker allemaal aan elkaar prutsen. En een mooie layout ertussendoor. En dan krijg je allemaal van die puzzelstukjes. En dan zou ik jou een mooie smiley geven op je gezicht. Ik wil even de film maken. Proost, jongen. Hey. Jongen. Waarom niet doorrijden? Nee. Ik wil toeteren. Ben je met toeteren? Wil je snoepjes, Carin? Welke snoepjes? Heb jij nou weer dan? Jellebies. Jij ook er ook? Jellebies. Lust je dat? Lekker! Geen idee wat het is. Moet je? Hier. Zo, pats. Ik zie niks meer, mensen. Dag. Nou, we staan we bij Centraal. Ja. Weg naar Istanbul. Ja, precies. Onderweg naar? Heb je alles, tasjes, alles bij je? Andere grote tas ook bij je? Oh, ook dat nog. Oké, dat is mooi. Dus. Nee, ik ben gadverdarrie. En mama, en die rookt ook niet hoor. Komt er wel. Je komt er wel in, hè? Ja, jongen. Ja, toen was het een zondag, 2 februari. Ja, hoe laat is het? Nu net kwart voor zes. En we gaan uit eten. Waar gaan wij het eten? We gaan samen eten. Ja, samen eten. Maar we hebben dus een nieuw restaurant getipt gekregen. En van onze grote vriendin. Ja, en ik weet het, ik ben gek. Ik weet het. Het is bij de A13. En kijk eens hoe mooi een gebouw, jongens. Kijk hoe mooi. Hup, hartstikke idee. Kijk. Bij de casino, bij de A13. Ja, tegenover de McDonald's. Even op je handen kijken, stuk. Knoflooksaus. Bij de Hornbach, tegenover de Hornbach, dus frisjes. Ja, elektrische auto's. Ja, uitvaartshelm. Blech, koud. Dat hier erop gaat. Kijk. Zo, nou dan gaan we de roltrap nemen. Kijk eens hoe mooi. Hm? Dat is op de laatste stap. Slagroom softijs. Zo, het is afgeladen gewoon. Ah, bij mango, banaan. Wat? Wat staat er? En dan limoen. Ja, maar het is wel een hele mooie zalm zo. Zet hem aan. Leuk wacht je aan. Oh, hier, hier. Ik moet je nog met ja. Hoe vind je het hier? Nou, eten is lekker. Ja. Veren is goed. Ja. Ambiance is leuk. Luxe. Ja. De toiletten zijn echt netjes, schoon. Ja. En groot. Ja. En je hebt zo'n gezellig zithoek. Ja, die ga ik zo wel even filmen als het een stukje kleiner, een stukje rustiger is. Want kleiner is het sowieso hier, op dit stukje. Maar het is wel een groot restaurant. Heel groot. We hebben 3 of 4 locaties om te eten, zeg maar. Ja. En hoe vind je de keuken zelf? Heel erg schoon. Als je het moet gaan vergelijken met Gouda en Zoetermeer en hier. Deze staat op 1, Gouda op 2 en Zoetermeer op 3. Ja, dat is mooi. Dat scheelt, hè? En dit soort leuke lampjes, die heb je in Zoetermeer wel volgens mij. Nee. Gouden plekken? Ja. En niet de gouden. De gouden was gewoon zeer ruimer. Die is ook wel wat ruimer. Zoetermeer was erg krap, zeg maar. Ja, heel krap. In de keuken. En de keuze is hier ook wat groter. Zoals? Je hebt pannenkoekjes, wafels heb je opeens, als het allemaal eigenlijk is. En poffertjes. Ja, en smoothies toch ook? Ja, smoothies ook. Die heb je ook in mango banaan toch? Die komen ook uit het niet zetten. Je hebt mango banaan en smoothie aardbeien en de standaard smoothies. En cola zero. Die hebben ze ook hier, ja. En dus de keuze aan aanbod is groot. Begrijp ik uit jouw verhaal. Bijzonder groot, ja. Mooi. Dus mijn eten, alleen maar granaaltjes. Dankjewel. Zo. Oké, de kar die jullie daar zien staan, die stond dus net eerst hier. Ja. Die is dus hier, vanaf hier verkast naar daar. Slim toch? Ja, omdat er andere mensen er last van hadden. Klaar, over. Ga je die kar even wegzetten, want ik heb er last van. Nou, nee, .nl. Ik heb er ergens anders zitten. Ja, precies. Meneer Koning. Meneer Koning. Wist je dat nog niet dan? Nee, dat dacht ik. Dat is afjaal was. Hè? Dat is afjaal was. Nee, helaas. Dit is dus in de lift. Dat is een mooie lift, moet ik zeggen. Lekker veel licht. Dan gaan we daar weer uit waarschijnlijk, of niet? Of aan die kant. Die kant. Ja. Zo. Mooie trolley. Ja, ja. Nou, je hebt dus een spruitjes gehad. Als je hier een spruitje hebt, heb je dus het kontje. Je hebt een mesje. Net even onder het kontje. Snij hem eraf. Dan heb je dit. Nou, en dan kan dat gewoon in het water. En dan kan dit dus weer weg. Eén keer, je hebt hier dus een spruitje. Ja. Dan doe ik hier dus een mesje. Het verschilt ook per spruit hoe ver je moet hebben. Alleen ik doe hem niet heel ver, zie je? En dan heb je dit dus hier, je spruitje. Ja. Als je dat zou willen doen en aardappelschillen, ben ik blij. Op jou.